Het is 7:15. Tijd voor iets waar wij goed zijn in dit radioprogramma. Namelijk het behandelen van de nodige mysteries. Daarvoor schakelen we even over naar de website ufomeldpunt.nl. Mooie site. Onlangs heeft het een enorme opfrisbeurt gekregen. En ik meldde het onlangs al. Er zit een hele leuke nieuwe tool in. Je kunt je daar aanmelden voor een zogenoemde UFO-alarm. Ja, het is echt geweldig. Op het moment dat dan iemand een melding maakt van een UFO boven jouw dorp of boven jouw stad of boven jouw streek, of boven jouw provincie of zelfs boven Nederland, je kunt het echt op microniveau helemaal instellen, dan ontvang je direct een bericht zodra er een melding is gedaan. Dat is toch geweldig? Dan kun je gelijk naar buiten. Voor als het nu een beetje mooi weer wordt, dan kun je gelijk gaan UFO-hunten in de achtertuin. We gaan even een paar meldingen met elkaar doornemen. Zo werd er op 9 april boven Rotterdam, dus echt hier ook in de buurt, een fel wit licht waargenomen rond 9:30. Diezelfde dag, ook op 9 april, werd er een groep helder oranje lichten waargenomen in Oudega. Dat ligt in Friesland. Rond 10:30. En vrij recent in Venlo, in Limburg. Daar meldt iemand dat hij een soort van cirkel langs de maan zag strijken. Het leek op een ster, maar het bewoog echt rondom de maan heen. En dan wordt het leuk, want op diezelfde 11 april werd in Alkmaar, Noord-Holland, een soort groen geschakeld licht gezien. Een cirkel met bolletjes daaromheen. En het leuke is, want dat is ook het leuke van deze website, daar hebben mensen dan een foto van gemaakt. Want iedereen heeft tegenwoordig natuurlijk een mobieltje. Direct een foto gemaakt en geüpload naar de website ufomeldpunt.nl. Die foto's kun je daar dan ook bewonderen. En ook nog een andere melding in Noord-Holland, in Alkmaar. Ook 11 april. Het was een drukke avond in de lucht die avond. Ook een foto van gemaakt van twee groene geschakelde cirkels. Veel cirkels dus daar waargenomen die 11 april. Ze waren echt op doorreis, denk ik, op dat moment. Ook een dikke discussie daaronder. Ook dat kan op de website ufomeldpunt.nl. En de laatste melding is van een aantal dagen geleden. Boven Gorkum in Zuid-Holland. Om 14:15 middags. Daar werd een ronde donkere bol gezien met bovenop een soort vierkantachtige vorm. Dat was 14 april, is de laatste melding geweest op ufomeldpunt.nl. Heb jij nu een melding? Heb jij iets in de lucht waargenomen waarvan je eigenlijk toch vrijwel zeker weet, of je twijfelt behoorlijk dat het absoluut geen vliegtuig kan zijn, geen weerballon? Dan moet je hem even melden. Dat kan heel makkelijk op www.ufomeldpunt.nl. Het wordt gecontroleerd. Grappenmakers die worden er direct uitgekikt. Alleen echt serieuze meldingen. En het leuke is ook, hè, je kunt een foto erbij zetten, een filmpje. Je kunt er ook een beetje over discussiëren. Absoluut een aanrader. En in dit programma, dossier mastenbroek.nl, blijven wij alle meldingen op de voet volgen.